Hallo allemaal. In deze video wil ik graag visueel duidelijk proberen te maken wat vaak niet zo goed begrepen wordt van de Live Inquiries in het bijzonder of mindfulness in het algemeen. En dat is, ik hoor vaker, waarom zou je bepaalde gevoelens expres of heel bewust gaan voelen? Dat is toch pijnlijk of niet prettig? En waarom zou je heel bewust zijn van gedachten? Dat is toch saai? Dat probeer ik dus in deze video even visueel te maken op waarom dat wel nuttig kan zijn. En dat doe ik aan de hand van het Velcro-effect. Het Velcro-effect is wat Scott Killeby het effect noemt, dat bepaalde gevoelens, ofwel fysieke sensaties, tegelijkertijd opkomen met bepaalde gedachten. En gedachten zijn ofwel woorden of beelden. Meestal leg ik dit uit aan de hand van deze maag. Het staat symbool voor alle fysieke sensaties die we voelen. En deze kaartjes, dat zijn de gedachten. En gedachten zijn ofwel plaatjes ofwel woorden. En voor kinderen die gepest worden, gebruik ik dan dit kaartje voor de gepestkop. Dus stel voor dat ze die pestkop lopen in de verte, dan is er meteen een bepaald rotgevoel. Dat willen ze niet. Dat willen ze van weg. Dat is niet prettig. Maar het verschijnt meteen bij de aanblik van de pestkop. En het is dus alsof ze aan elkaar geklit zitten. Vandaar dus het velcro-effect, het klittenbandeffect. En misschien zijn er meer woorden. Bijvoorbeeld komt er herinnering aan het scheldwoord dat ik de vorige keer gebruikt heb. Of nog een plaatje aan woorden. Ik ben ook altijd het mikpunt. Misschien nog meer woorden. Er is iets mis met mij. Dus dit allemaal gebeurt er op het moment dat ze die pestkop zien lopen. Als we dat nu eens even vergelijken met de situatie dat ze een neutraal iemand zien lopen. Dus waar ze geen vriend van zijn, maar ook niet iets tegen hebben. Bijvoorbeeld Richard. Dan zien ze Richard dus lopen. En dan komt daar niet een bepaald rotgevoel bij op. Er zijn ook niet speciale gedachten die opkomen met betrekking tot Richard. Dus als dat gebeurt, gebeurt er verder niks. Dus dan zou je ook kunnen zeggen dat vergeleken met wat er gebeurde als ze de pestkop zagen lopen, dat dit allemaal weergeeft de last die ze hebben van het ontmoeten van de pestkop. Want bij Richard hadden ze daar geen last van. Dan kun je dat ook nog anders weergeven, die last, met behulp van deze klittenbolletjes, de bungeums. En je ziet dat in deze klittenbal van bungeums zitten drie kleuren. En die kleuren, die representeren, zoals de maag, het gevoel. Dat zijn de rode. We hebben dan nog woorden, dat zijn de zwarte. En we hebben plaatjes, dat zijn de groene. En dus als ze de pestkop zien lopen, dan speelt dit balletje een rol. Daar hebben ze last van. Wat nu de Living Inquiries doen, die gaan heel specifiek op een mindfulle manier om met dit balletje. Wat de meeste mensen doen, is proberen, zo gauw dit opkomt, die last, het weg te stoppen. We willen het niet. We proberen afleiding te zoeken, dit te negeren, er tegen te vechten, weg te stoppen. Maar wat gebeurt er als je dat doet? Het is eigenlijk vergelijkbaar als je zegt, ik probeer dit onder het water weg te stoppen. Wat er dan gebeurt, dat zal waarschijnlijk met dit balletje ook gebeuren, omdat het plastic is, is dat het altijd weer naar boven komt. Dus je kunt het wel tijdelijk doen, maar het verdwijnt niet. Blijft een balletje wat last blijft bezorgen. Dus wat nu de Living Inquiries doen, is die gaan die heel specifiek deze last aanpakken. En hoe doen ze dat? Door elk elementje ervan afzonderlijk te bekijken, te beluisteren of te bevoelen. Als we bijvoorbeeld beginnen met het plaatje van de pestkop, dat is zeg maar dit groene bungeum balletje. Dat willen we helemaal gaan bekijken, dit plaatje. Maar we kunnen dit plaatje niet helemaal bekijken, omdat de achterkant van dat
balletje zit vast aan die grotere bal. Dus dat kunnen we niet zien. Om dat te kunnen zien, moet het los zijn. Dus we bekijken alleen het plaatje, zonder woorden, zonder gevoel. We letten alleen op het plaatje en we bekijken alle kanten van het plaatje. En dan is dit los van elkaar. Dit is losgemaakt van de last. En met alle gedachtes die komen, die verschijnen, die blijven even en die verdwijnen weer. En dan is deze last een beetje kleiner geworden. Dan gaan we verder met bijvoorbeeld het scheldwoord. Stel dat dat dit bolletje is. Ook hier willen we alle kanten van het woord kunnen bekijken. We moeten het los in de ruimte kunnen zien. En dan is het los. Kijk het woord en het zal vanzelf weer verdwijnen. En weer is de last een beetje kleiner geworden. Dan komen we nu bij een gevoel. En gevoelens zijn vaak wat lastiger. Want vooral gevoelens, die willen we niet voelen als ze niet prettig zijn. Die willen we liever uit de weg gaan. Maar om dit te kunnen voelen, als we de Living Inquiries toepassen, dan gaan we dus letterlijk fysiek in ons lichaam dat voelen. Maar we doen dat zonder woorden of zonder beelden. En dat betekent, zonder woorden, zonder beelden, dat ook het gevoel los is van deze bundel. Want we kunnen het alleen maar volledig als een fysieke sensatie ervaren, als er geen plaatjes en woorden aan vastzitten. En zoals ook met gedachten gaat, gaat het ook met gevoelens. Gevoelens die verschijnen, die blijven even, maar zullen altijd weer vanzelf verdwijnen. En weer is de last een beetje kleiner geworden. Dan gaan we bijvoorbeeld verder met nog meer woorden. Er is iets mis met mij. Nou, die woorden willen we allemaal bekijken. Het is wel los. We bekijken het aan alle kanten en het verdwijnt. En zo gaan we stap voor stap het hele balletje afwikkelen, afklitten, ontklitten, hoe je het ook wil noemen. En als we daarmee doorgaan, dat ook de laatste balletjes verdwenen zijn, dan is er helemaal niets meer over. De last is verdwenen. En dat betekent de volgende keer dat je die pestkop tegenkomt, in dit voorbeeld, dat er geen akelig gevoel meer verschijnt. Er komen niet meer diezelfde gedachten. Dus dan ben je vrij om te reageren zoals je wil. Reageren. En het gaat niet meer automatisch. Nu is er geen lastballetje meer dat steeds weer op komt duiken vanuit het water, bijvoorbeeld als we dat weg willen stoppen. Maar misschien zijn er nog wel aparte gevoelens die voorbij komen, of aparte plaatjes, aparte woorden. Maar totdat we ze volledig er laten zijn, we zijn er bewust van, we zien ze opkomen, ze blijven weer en ze gaan weer, is dit heel goed te doen. En je zou dus kunnen zeggen dat we er geen last meer van hebben. En dat geeft een enorme vrijheid. Bedankt voor het luisteren.